Hallo en welkom bij mijn video en mijn magazijn. Zoals je hier kan zien heb ik niet heel veel diamonds meer. Dat is een probleem. Gelukkig hebben wij hier de mine van Char. Want het is tijd om even te gaan minen. Oeh, we gaan de mine in. Zo spannend. Kijk, weet je wat het is? Alles is welkom. Lapis lazuli, ijzer. Maar ik wil voornamelijk gewoon even wat diamonds. En zoals jullie kunnen zien is het ons gegund, jongens. Diamonds. Ongelooflijk. Het zal er wel waarschijnlijk maar eentje zijn. Het is er maar eentje. Ik neem wel mijn torch mee. Hey, nog meer diamonds. Weet je, soms is trip... Ik wil echt net een stukje gaan praten. En toen waren er ineens diamonds. En ook echt vet veel. Wat ik wilde zeggen, soms is stripminen gewoon precies wat je nodig hebt in Minecraft. Dan meen je. Dit vind ik niet leuk wat ik nu aan het doen ben. Maar dit vind ik wel weer leuk wat ik nu aan het doen ben. De warden gaat niet spannen, toch? Oh, weg. Doei. Oké, deze cave is ook niet leuk, maar het is wel beter dan de warden. Wat ik nu doe, vind ik niet leuk. Ik vind dit eng. Laat me met rust. Even wat troepjes allemaal dumpen hier die ik niet meer nodig heb. Nog even de laatste beetjes koper hakken. En dan is het denk ik weer tijd om terug naar boven te gaan. Genoeg gemind. Vrijheid. Waar ben ik? Oh, ik ben bijna thuis. Wat doe jij hier? Laat me met rust. Nee, jou wil ik helemaal niet. Ik moet zeggen, ik heb slechtere mine-sessies gehad in het verleden. Allemaal leuk en aardig al die nieuwe diamonds die ik nu heb. Maar ik wil eigenlijk ook even mijn spullen enchanten. Alleen heb ik dus helemaal geen levels. 21 om precies te zijn. Daar gaan we verandering in brengen. Maar gelukkig jongens, is er in deze server natuurlijk een XP-farm. En ja, mijn facecam staat ineens aan. Oh, vet gezellig. Ik heb het even nagevraagd en er is tegen mij gezegd dat ik langs de dierenwinkel moet lopen die nog steeds niet open is, helaas. En ik wil zo graag van die lieve hondjes kopen. En toen werd mij gezegd dat ik de rivier moet volgen. Nou, de rivier is op het moment nog uitgedroogd, maar we gaan hem even goed even volgen. Water! Ik wil water! Het is uitgedroogd! Water! En dan moet ik op zoek gaan naar een paal. En dan niet deze paal, maar naar een andere paal. En die zou hier ergens in de verte moeten staan. Of is het wel... Oh, het is wel deze paal! Oh, het is wel deze paal! Let's go! Oké, hier is dus blijkbaar een spinnenfarm. En ik heb afgesproken, hij is volgens mij van Char of zo. Ik betaal even 2 diamonds en ik mag de loot mag ik niet meenemen. Maar ik mag ze wel killen en de XP krijgen. Nou, klinkt als een goede deal. Goed, jongens, we zijn een half uur verder in het leven. Mijn ex is inmiddels stuk en het gaat zo ongelooflijk traag. Ik ben inmiddels level 37. Ik wil eigenlijk even door tot ik level 38 ben. Ja, het beste zou zelfs zijn level 39. Maar dat duurt zo lang op deze manier. Dat consistent slaan en er komt zo weinig XP ook bij kijken. Het is nog niet de beste farm dit, maar het is beter dan niks. Ik ben nu gewoon echt aan... mega snel aan het slaan. Oké, weet je, ik vind het helemaal prima, jongens. Ik ga er vandoor. Ik heb heel wat spulletjes voor hun achter kunnen laten. We gaan weer naar boven. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat ik een goede axe en een goede pickaxe heb. Dus laten we even de gratis enchantment service van onze lieve Char gebruiken. Ik zeg lief, maar eigenlijk is ze helemaal niet zo lief. Grapje, Char. Oké, volgens mij is die enchantment table ergens hier. Nee, hij is niet hier. Is hij in dit huis dan? Oh, hier is hij. Oh mijn god, ik ben mijn lapis lazuli vergeten. Potverdikke me, moet ik weer helemaal die stomme stinkberg oplopen hier. Zo, een stek lapis lazuli. En dan kunnen we nu wel enchanten. Ik ben heel benieuwd wat het gaat zijn. Efficiëntie 3 is wel een beetje slecht. Misschien dat hij voor de ex beter... Oh, nou doen we hem hierop. Wat een poep-ex! Ik haat ook echt enchants op deze... Oh, kijk, dit is beter. Ja, een breaking 3, efficiëntie 4. Dat is wel iets beter, maar nog niet ideaal. En deze villager hier van Char, genaamd Flip, die verkoopt een mendingboekje. En die wil ik eigenlijk wel hebben. Oh, ik kreeg zojuist een berichtje van Char dat ze blijkbaar een boot heeft waar ze boekjes verkoopt. Dus laten we even in het water springen. Dat is dan deze boot hier. Oh, het zegt niet dat hij een goede enchant is dat ik nu met XP heb verspild. Een breaking. Oh, voor 2 diamonds. Ik had het beter zoals dit kunnen doen allemaal. Oké, verder falling ga ik sowieso halen. Een breaking dan maar ook. Wacht, hoe? 2 diamonds, 3 diamonds. Oh, wacht, ik heb niet genoeg diamonds bij me. Fortune verkoopt ze ook gewoon. Oh mijn god, ik heb echt... Oh nee, die is leeg. Waar is mending dan? Silk touch? Oké, hier is mending.
Oké, dan kopen we 1 mendingboekje voor 3 diamonds. Verdervalling leg ik nog even terug. Waarom zit er nou Fortune 2 op mijn ex? Dan koop ik ook nog Unbreaking voor op mijn ex. Neem even mijn 30 diamanten mee. Hallo meneer Varken, ben je nog lekker in je autootje aan het rijden? Kopen we nog een mendingboekje, maar die is dan voor mijn ex. En zelfs nog een mendingboekje, maar dan voor mijn shovel. Nog een mendingboekje voor mijn schoenen. Unbreaking voor mijn schoenen. En Verdervalling voor mijn schoenen. 1, 2, 3. Gezondheid. De fortune boekjes zijn helaas op. En ik denk dat de silk touch die zijn ook op. Dus daar moeten we later voor terugkomen. We hebben nog 17 diamonds over. En ik moet zeggen, prima en chance tot nu toe. Gaan we even kijken of wij genoeg hebben aan ons 31 levels. En in de cactus van Makte staat, als het goed is, niet meer... Nee, er staat niks meer. Ik wou zeggen, hier kan ik misschien mijn Enfield gebruiken. Maar die staat er niet meer. Goed, dan lopen we hier naar mijn Enfield toe. Laten we eerst mijn pickaxe even mending opzetten. Even kijken, dan ben ik 2 levels kwijt. Dat valt mee. Dan gaan we op mijn ex gaan we een breaking zetten. En op de ex gaan we ook mending zetten. Dat valt ook nog mee. Op mijn shovel zetten we ook mending. Dat is wel al redelijk duur. Dan pakken we mijn schoenen. Ik ga nieuwe schoenen maken. Deze, nou, trouwens, als er mending op komt. Nou, er komt mending op, dus goed. Doen we mending op mijn schoenen. Dan zetten we Unbreaking op mijn schoenen. En dan zetten wij Verdervalling op mijn schoenen. En dan heb ik nog maar 5 levels over. Maar dan zijn we wel even wat beter geenchant. En dit is zoveel beter al. Mijn diamonds weer veiligstellen. Troepjes weer in de kisten doen. En dan ben ik helemaal tevreden met het feit dat ik eindelijk gewoon een beetje goede tools heb. Het is zo... Nou, is het goed, goed. Ze kunnen beter. Maar het is beter dan de troep waarmee ik nu de hele tijd aan het werk ben geweest. Dat kan eigenlijk echt niet meer in aflevering 6. Of is het niet 6? Volgens mij is het zelfs aflevering 7. Goed, dan is het nu tijd voor iets wat al eigenlijk eerder had moeten gebeuren. Ik krijg heel veel klachten van iedereen die hier woont. Van KB, van Char, van Joris, van René, van Rick, van Justin. Als je naar mijn basis toe wilt hierboven, het is zo irritant. Je ziet het niet in de video's, maar je moet het hele stuk telkens omhoog lopen. En dan denk je misschien wel, waar klaag je nou over? Maar als je dit elke keer moet doen, is het echt heel vervelend. En al helemaal als je van bijvoorbeeld een Justin komt of vanaf een Rick en je wil gewoon heen lopen. Ja, ik snap het geklaag wel. En je kan natuurlijk ook het postsysteem nemen. Maar ja, je wil hier ook gewoon normaal heen kunnen lopen. Dus ik dacht, misschien is het leuk om vanaf hier ongeveer dat pad nog een beetje door te trekken. En dan is... Ja, laten we gaan even kijken. Even wat blokken pakken. Smelten we even wat diepsleet mooi om. En dan denk ik, als we het pad hier gewoon door laten lopen tot een bepaald punt, dat we hier een soort van waterlift kunnen bouwen. Ja, dat zou ongeveer wel clean zijn. Misschien nog ietsjes verder. Ongeveer tot dit blokje hier. En ik denk dat ik er dan een soort van brug van kan maken die afgebrokkeld is. Alsof mijn stad eigenlijk nog veel verder daarin liep, maar dat de bergen gewoon zijn afgebrokkeld. En dat dan de waterlift is. En dat je gewoon zo kan lopen en bloep, met de waterlift omhoog en, dan ben je gewoon hier gelijk. Ja, dat is een hele leuke. En dan is het ook waarschijnlijk gewoon ineens gebouwd over 3 seconden. 3, 2, 1. Au. Jeetje, wat een gave explosie gewoon weer, hé. Alsof het gewoon geëdit is. Dankjewel, Sebastiaan, voor het editen van deze video. Jongens, we zijn klaar en ik heb gekozen voor een redelijk simpel design, maar ik ben er wel heel blij mee. Als we even hier omhoog klimmen, ik moet even een goede hoek vinden om hem te kunnen laten zien. Nou, jullie denken vanaf hier. Het is zeg maar... Oh, er liggen nog heel wat blokjes die ik op moet pakken. Het is zeg maar gewoon een brug die eigenlijk in het verleden helemaal daarheen ging, maar die is afgebrokkeld, waardoor die natuurlijk nu kapot is. En je kan vanaf hier, kan je er nu zo in. En dan heb je hier gewoon een klein soort van tunneltje. En als je er dan inspringt, hoppakee, ga je met de lift omhoog. En dan kom je gewoon midden in de brug uit. En vanaf hier kan ik het dan beter laten zien. Kijk, het is echt letterlijk gewoon een soort van pad die daarheen ging, een brug. Hij is helemaal afgebrokkeld, dus je moet ook oppassen dat je niet naar beneden valt. Want dat zou natuurlijk niet heel slim zijn. En ik heb er ook voor gekozen om geen lift naar beneden te bouwen. Want ja, je kan gewoon naar beneden springen zoals dit en... Nou, misschien is dat trouwens wel heel hoog. Misschien kan je een beetje naar beneden waggelen. Maar wat er nu nog moet gebeuren is dat het pad hier gefixt wordt. En ik denk dat het meest ideale daarvoor zou zijn als ik het hier een klein beetje aanpas. En dan hier het pad zo doe. Kijk, dit is namelijk niet mijn pad, maar dat ziet het er wel gewoon prima uit. En er zijn spruceblokjes hiervoor gebruikt. Die gaan we even ophalen. Even koekeloeren. Hier kunnen we dan deze dingen plaatsen natuurlijk, dat je zo het pad kan volgen weer. Hieronder zie ik dat ook nog wat blokjes moeten. En dit wordt zo meteen vanzelf dirt. Maar we zijn... Ja, ik heb ook gewoon dirt bij me. En dan hier ga ik wat blaadjes doen, zo. Zodat je het pad een beetje verbergt erachter, weet je. Kijk, dan is dit het pad van meneer KB naar Char toe. En dan kan je, zodra Char een keer een brug bouwt... Maar je kan nu ook deze kant op hier. En dan kan je zo naar mij toe. Dan ben ik ook aangesloten aan de rest, weet je. Dan kunnen mensen hier ook gewoon een keertje normaal omhoog. Hoeven ze niet meer te klagen. Het ziet er leuk uit. Alleen moeten ze oppassen dat ze hier niet doorheen vallen. Wat ik overigens nog zou kunnen dichten met glas zoals dit. Misschien dat dat wel mooi is. Gewoon een paar blokjes zoals dit dicht met glas. Dan ziet het er nog steeds open uit. Maar, en is het een beetje modern gerepareerd... Maar niet op deze verte hier. Jeetje, hé, wat een innovatie allemaal, hé. Alsof we gewoon aan het Minecraften zijn. Zijn we overigens ook. Kan ik nu weer eventjes mijn spulletjes netjes opbergen?
En dan eventjes over de andere lift waar ik het over had. Ik heb natuurlijk nu deze lift hier gemaakt. En als je afvraagt wat dit blokje hier is. Ik mag van meneer KB niet verder dan deze lijn hier bouwen. Dat is blijkbaar zijn achtertuin. Dus alles in dit hok hier is, mag ik niks doen. Vandaar dat ik in één strakke lijn ook die kant op ben gaan bouwen. Ik mag niet hier voorbij bouwen. Maar die lijn loopt ook ongeveer tot deze rails. Dus ik kan wel aan deze kant gaan bouwen. Dus ik dacht eraan om misschien ooit een keer vanaf daar het pad door te trekken. Helemaal hierheen. Helemaal tot het randje hier. En dan hier bijna precies hetzelfde als daar te bouwen. Misschien iets groter. En die komt dan achter bij de dierenwinkel uit daar. Maar daarvoor vind ik dat ik eerst daar een beetje mijn infrastructuur moet verbeteren. En dan is het tijd om de... Hey! Er is een minecart vastgelopen. Wat is dit nou weer? Ik wilde zeggen, daarna is het tijd om die brug te bouwen. Maar dat zal niet deze aflevering gebeuren. Wat ik wel nog eventjes wil doen, is mijn pad hier uitbreiden alvast. Dat kan. In principe is dat een kleine taak. Bouwen we de ondergrond ook vast waar uiteindelijk de diepsleet op gaat komen. Ook de ondergrond waar uiteindelijk de stoep op gaat komen. Al denk ik alleen niet dat ik genoeg diepsleet heb op het moment. Nee, dat weet ik wel zeker. Ik denk wel dat ik genoeg koper heb om een stoep te maken. Alleen loop ik weer tegen het probleem aan dat die eerst moeten oxidizen. Dat is wel echt zo vervelend aan koper. Zo, jeetje jongens. Ik heb letterlijk volgens mij bijna 3 stack koperblokken hier nu verspreid. Zodat ze allemaal kunnen oxidizen. En dit gaat waarschijnlijk deze aflevering niet meer gebeuren. Het minste wat we kunnen doen is op zijn minst nu kijken hoeveel van deze diepsleet we kwijt kunnen. Wat dus niet heel veel is. Dit is letterlijk... Oh nee, trouwens, ik heb er nog 5. Dit is ongeveer alles wat ik heb. Dus dat is niet heel veel. Hetzelfde geldt voor deze stairs in het midden. Oh mijn god, het ziet er ook niet uit dat er zoveel koper verspreidt. Hey, jij bent klaar. Waar we overigens wel mee aan de slag kunnen, jongens, is om die smurrie wat ik volgens mij in de vorige video verteld heb hier af te bouwen. Ik wil het helemaal volbouwen gewoon met smurrie. Dus laten we beginnen door dit laagje hier gewoon eerst weg te halen. Ik denk zelfs nog eentje dieper gewoon. Waarom niet? Ik ga hem echt namelijk met wol en glas schakelen doen. Ik heb hier alle blokken verzameld. En dan maak ik er denk ik gewoon een soort van mixie van zoals dit. En dat gaat dan tot de helft door. En aan de andere kant doen we de magenta wol, concrete en concrete powder. En dan daarbovenop ga ik met glas en carpets werk. Waardoor het een soort van diepte krijgt. Dan zie ik alleen dat ik dingen hier tekort kom. Dus die ga ik even halen. 29. Oeh, dat kan nog wel eens te weinig. Ja, dat is 100% te weinig. Dat is ongeveer bijna precies de helft. Gelukkig hebben wij genoeg stone om dat ook eventjes om te smelten. En dan hebben we weer genoeg blokken. Zo, dat ziet er alweer beter uit. Beginnen we met ons gekke glaslaagje zoals dit. En dan als afsluiter natuurlijk wat ik zei, de carpets om het een beetje diepte te geven. En ik denk dat het er dan wel leuk uitziet als een soort van smurrie die dan samen is gekomen ook. Ik denk dat dit serieus wel leuk is als je het zo ziet. Het is gewoon echt rommelig. Alsof het er al een tijdje ligt, weet je. En je wil er absoluut niet invallen zo te zien. Want het lijkt wel alsof het heel giftig of zo is. Hoe is het met mijn blokken, jongens? Zijn jullie al een beetje verkleurd? Nou, op zich. Dus ik zie er al 4. Wat zeg ik? Inmiddels zijn we ook alweer... waarom ben jij al helemaal verkleurd? Hey, Char. Hey. Hallo. Kijk, kom eens. Wat vind je van mijn moderne kunst hier op de grond? Wauw! Ja, het is veel koper, hè? Dit is echt bizar. Ja, het gaat ook echt lang duren voordat dit allemaal helemaal goed is. Ik heb gewoon nooit zo'n mooi grasveld gezien in Minecraft. Ja, hey, mijn tip. Val niet in mijn smurrie. Want het is heel giftig hier. Het is een hele giftige smurrie dit gewoon. Nu even roleplayen. Heb je mijn interieur al gezien? Ja, ik heb vanochtend even gespiekt. Heb je ook mijn lampen aan en uitgezet? Nee. Kijk, ik heb deze hendel hier. Oh, dit moet ik even carven zo. Deze hendel hier. Ik heb die niet overgehalen. Nee, kijk. Ik doe het zelf voor je. Naar hierheen. Het is geen val. Kijk. Oeh, daar gaan mijn lampjes uit. En dan mag jij hem wel overhalen. Het gaat op goed vertrouwen dit. Het is geen valstrik. Ik beloof het. Ik beloof het echt heel erg. Anders mag je alles hebben wat ik heb hier. Die? Oh, klikken en naar hierheen lopen. Naar mij, ja. Ja, kijk naar hierheen. Nee, hierheen. De lichten gaan hier aan. Kijk. Toenk, 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 toenk. Ja, dat is goed toch? Ja. Je vertrouwt mij niet, hè, omdat ik een rode naam heb. Nee. Nee, ik heb helemaal niks van plan. Ik ben letterlijk nog niks van plan. Nou, niks. Ik ben gisteren dus niet online geweest en vandaag een half uur. Dus ik durf echt niks meer. Nee, dat snap ik. Nou, wie weet hebben we wel wat voorbereid. Nou, ik moet wel zeggen dat ik de hele tijd toen ik met school bezig was met Dimmap op mijn andere scherm had. Alles controleren. Goed, en dan is het nu tijd voor weer een ander klein puntje. We hebben hier namelijk de map van Content Veen. Die hebben we in mijn postkantoor. En zoals jullie kunnen zien, mist er hier nog een map. Dat kwam door die pillager daar. En ik moet nog even wat nieuwe namen erop zetten. Zoals meneer KB moet er nog op. Ik denk dat ik Justin erop moet zetten. En laat ik gelijk dan maar Harlow, Zezomo en Ricky er ook... Nou, trouwens, Ricky die is tegen mijn postkantoor nog steeds. En ik bedoel het zo goed allemaal.
Goed, ik pak 2 diamonds. Gele dye, magenta dye, blauwe dye. Een paar van deze rode bloemetjes. Zodat wij daarvan rode dye kunnen maken. Gaan we langs Petranellius. Die zo te zien gepoept heeft hier. Waarom heb je gepoept? Gadverdamme. Gaan we via de waterval even naar beneden. Even de onderzeeër hierin. Want de onderzeeër, jongens, is een wolwinkel. En ik denk dat ik gewoon, ja... Ik wil niet te veel diamonds uitgeven, dus ik koop gewoon 2 stack witte wol. Klimmen we weer omhoog. Gaan we even de houtzagerij van Rick in. Die heeft namelijk vast wel ergens een anvil staan. Althans, wat mag ik hopen dat hij ergens een anvil heeft. Misschien is de kelder hier? Nee. Oh, jee. Ja, trouwens, wacht. Ik heb deze eerst nodig. Gele wol, blauwe wol, magenta wol en rode wol. Maken we magenta banner, red banner... Een yellow banner en een light blue banner. Dan ga ik deze anvil hier gebruiken om ze allemaal te renamen. Ik heb ook een roze. De roze wordt meneer KB. Rood, Floor en Rini. Geel, Justin. Blauw is Zombo. Paars is Harlow. Pakken we even de mappen die we nodig hebben. Dat gaat dan om deze hier. Deze hier. En ik gok zelfs... Is dat nodig? Nee, dit zijn ze. Deze map heb ik nodig. Rennen we weer die kant op. Oké, in de eerste map, dat is die van Flore en René. En ik ga die hier ondergronds plaatsen. In het water. Even kijken. Ik denk dat ik hem dan hier doe. Zo. En dat we dan hier Flore en René plaatsen. En dan zo die erop. Oh, dat werkt niet. Oh, ik ga verdrinken. Oh, nee. Even kijken. Hoe heb ik dit vorige keer? Zo, ja, dit is perfect. Oh nee, wacht, ik vergeet iets. Ik moet er natuurlijk wel met de map op klikken, zo. Kijk, en het mooie nu is, als ik zo naar beneden kijk... dan zie je dat Floor en Rini nu gewoon een rode map of rood op de kaart staan. Komen we hier even bij Justin zijn prachtig huisje aan. Daar heb ik een gele kleur voor en die ga ik denk ik dan hier ergens onder verstoppen. Laten we gewoon zeggen, die doen we hier. Zo, en dan klikken we daar ook met de map op. Even kijken. Nee, dat moet de andere map zijn. Dat moet deze map... Oh, nee. Oh, dat is deze, mijn leger. Hier komt hij. Boom. Hoppakee, ja, dat moet deze map moet het zijn. Deze moeten we er dan, hoppakee, op klikken. Zo, kijk, dan kunnen jullie zien dat Justin ook op de kaart staat. Dan hebben we het huis op stelten van Zeesombo hier. Hij heeft nog steeds zijn post niet geopend, ongelooflijk. Even kijken, die ga ik hier ook gewoon ergens onder de grond doen. Zo, en dan klikken we daar ook netjes op, bouwen we dicht. En dan ziet dat er ook goed uit. Dan zijn we bij Harlow aangekomen. Doen we hetzelfde verhaal weer. Zo staat Harlow ook op de kaart. Alleen meneer KB nog. Kijk, en het leuke nu is, jongens, nu kunnen we mijn prachtige lift gebruiken. Dat is het voordeel. Normaal moest ik die stinkberg oplopen nu, maar nu kunnen we gewoon het pad volgen. De lift in en hoppakee. Oh, maar ik moest naar meneer KB. Ik moest helemaal de lift niet gebruiken, oh mijn god. Even kijken, waar gaan we deze plaatsen hier? Ik denk dat ik hem gewoon hierachter ga doen. Gewoon hier, zo, hoppakee. En hoppakee, doe zo. En dan klikken we op de map van meneer KB. Dat is deze. Bouwen we dit dicht. Nu kunnen we wel de lift gebruiken. Althans, nu moeten we wel de lift gebruiken. Bing, bang, bong. Hoppakee. Ja, dat zie... Waarom is Rick zijn map nou weer weg, zijn naam? Oh, dat meen je. Wat irritant. En die van Ricky staat er ook nog niet op, natuurlijk. Maar ik moet maar eens goed in gesprek gaan met onze Ricky. Want hij klaagt me aan voor dit postkantoor. Oh, dan gaan we die van Rick Stinkforce ook wel even fixen. Voor mijn gevoel heb ik dat al gedaan in een oudere video. Gaan we ook lekker de bruine poepkleur voor hem doen. Rick Force. Hoppakee. Kost me weer 1 XP. Verstoppen we dit ding in zijn kelder. Ik denk dat dit wel een mooie plek is zo. Boom. Waarom heeft het varken van meneer KB ineens een snor? Oh, er gebeuren ook zulke gekke dingen in Content V, jongens. Ongelooflijk. Woehoe. Zo, nou, de hele kaart is gewoon weer opgelost. En je kan zien, jongens, dit is aflevering 7 waar we nu in zitten. Er is zo ongelooflijk veel al gebouwd. En er gaat ook echt nog veel meer gebouwd worden. Maar voor die tijd moet ik wachten tot al mijn koper is geoxidized. En terwijl ik daarop aan het wachten ben, jongens, kan jij lekker deze video kijken. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Als je toch niks anders nu te doen hebt, kijk dan gewoon even lekker deze video. Een goede aanrader. En dan nu spreek ik laat een glaasje water. Tot de volgende keer.